Voor het programma Oldebroek in de Kern zijn we ditmaal in de kern Wezep. Er is heel wat over te vragen. Burgemeester Adriaan Hogedoorn die staat al naast me, dus we gaan beginnen. Welkom burgemeester. Goedemorgen. Ja, we staan hier op een heel cruciaal punt, kan ik wel zeggen, het winkelcentrum. Al jaren over gesproken dat het verbouwd zou worden. Het kwam niet echt van de grond. En in november is er een kraampje op de markt geweest over wat wil de burger met het winkelcentrum. Kunt u vertellen wat er uitgekomen is? Ja, wat erbij opviel is dat heel veel mensen van mening zijn dat er best heel veel winkelaanbod is hier in Wezep op het Meindorpplein. En dat kunnen we zelf ook zien. Er is een keur aan winkels hier aanwezig. Maar dat eigenlijk vooral gemist wordt een stukje gezelligheid, een stukje sfeer, een stukje uitstraling. Dat is eigenlijk het voornaamste wat mensen missen. En dat is op zich een belangrijke conclusie. Kijk, we hebben natuurlijk inderdaad, wat je al zegt, jarenlang al discussie over de toekomst van het Meidoornplein als winkelcentrum. En er zijn jarenlang ook ambitieuze plannen geweest. Ja, het zou zelfs afgebroken worden en verplaatst worden. Ja, nou, er is ook een ontwikkelaar geweest die volop met die plannen bezig is geweest. Alleen in heel Nederland zien we natuurlijk dat de gevolgen van de crisis waarneembaar zijn. Dat betekent dat winkeliers ook beperkt zijn in hun mogelijkheden om te investeren. En niet alleen door de crisis, maar ook omdat ook een fenomeen is dat er steeds meer digitale verkoop plaatsvindt. Dus de detailhandel in het algemeen heeft het niet eenvoudig, heeft het niet makkelijk. Tegelijkertijd hebben ze natuurlijk wel belang bij dat het een winkelcentrum is met aantrekkingskracht. En daarom is het mooi dat zeg maar, het beeld wat van de mensen die hier komen winkelen eigenlijk ook een goed spoort met het beeld van de winkeliers. Die zelf ook van mening zijn, laten we het niet ingewikkeld maken, maar laten we vooral zorgen dat we een mooie facelift organiseren. Dat het netjes uitkomt te zien, dat de winkelpanden er goed uitkomen te zien en ook de openbare ruimte er goed uitkomt te zien. Dat het weer sfeervol wordt. En daar gaan we de handen ook in elkaar steken. De gemeente die is bereid om te investeren in de openbare ruimte. We hebben ook nog subsidie van de provincie daarvoor gekregen. Wel onder voorwaarde dat het in 2015 wordt gerealiseerd. Dus de druk staat erop. Ja, dus begint dit jaar dan wel? Want dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Ja. Van wanneer begint het nu eindelijk echt? Ja, nou ja, dat is natuurlijk een spannende vraag. Maar we zitten nu in de fase dat we samen met de winkeliers volop kijken naar hoe moet het plan gaan worden. We hebben wel gezegd, we moeten allebei onze verantwoordelijkheid nemen. De gemeente voert openbare ruimte, maar de winkeliers en de eigenaren van de panden moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen om de luifels en de wanden zeg maar, op te knappen. En daar wordt op dit moment volop over gesproken om daar een mooi plan van te maken. En dan is de bedoeling dat na de zomervakantie het echt gaat gebeuren. Dus we kunnen binnenkort hier gezellig een bak koffie drinken of een leuk terrasje? Nou, dat zou natuurlijk mooi zijn als het ook dat karakter meer gaat krijgen. We moeten wel beseffen dat het is wel vooral een winkelcentrum is en niet een verblijfscentrum zoals je in de grote steden hebt. Dat zal het ook niet worden. Maar er kan wel heel veel gebeuren om de gezelligheid van het winkelcentrum fors te verbeteren. Qua aanzien, qua beleving. En dan hoort er ook wel bij dat je hier of daar natuurlijk even gezellig op het terrasje kan zitten. Ja, want dan kom je ook meer naar de winkels toe. En dan laat je de computer staan omdat winkelen toch een stuk gezelliger is dan Dan de webshop. En toen, ja, net als we het erover hebben, breekt hier brand uit. Ja, hoe gaat het nu verder? Worden die winkels helemaal afgebroken? Wat gebeurt er met de winkeliers? Ja, gelukkig hebben de winkeliers, althans die niet meer in hun eigen pand konden blijven, hebben een alternatief gevonden tijdelijk. De Mitra zit nu in de ABN AMRO. En de Slager van den Berg heeft daar een kraam staan waar die tijdelijk zijn verkoop kan organiseren. Maar beide panden worden opgeknapt. En het is natuurlijk wel voor de hand liggend dat er bij het opknappen van die panden gelijk gebruik wordt gemaakt van het feit dat er toch een slag gemaakt moest worden. En dat kan best wel wellicht wel helpen om het tempo van de aanpassingen nog een beetje te versnellen. Ja, nu staan we hier op het punt, hè, daar is de brand geweest. Maar kijken we hier, de bibliotheek. We lopen nu naar de bibliotheek en dan komen we eigenlijk door de muziektent. Zijn er nog concrete plannen voor? Ja, het is zo dat als het gaat om de hele ontwikkeling van dit gebied, hebben we eigenlijk twee fases. De eerste fase die na de zomervakantie dan moet starten, dat is wel vooral dat gedeelte. Er zijn ook allerlei plannen ook met betrekking tot dit gebied. Maar dat heeft ook te maken met transacties waar de gemeente zelf ook niet alle grip op heeft. Maar er zijn wel allerlei ontwikkelingen. Ik heb dus goed begrepen dat de muziekkoepel verplaatst wordt naar de andere kant van het centrum. Nou, niet als muziekkoepel, maar die een gedachte is. Normaal is het maar een gedachte. Maar wel een aardige gedachte vind ik persoonlijk. Omdat de muziekkoepel ook een historische waarde heeft. Hè. Die is geschonken door Rotterdammers
Vanwege het feit dat hier in de oorlog veel Rotterdammers onderdak hebben gevonden. Dus die moet ook in beeld blijven. Maar die krijgt dan een functie, de koepel als zodanig krijgt een functie als een soort toegangspoort tot het winkelcentrum. Hele mooie plannen, maar ik heb er nog niet echt concreet beeld bij. Ja, er zijn hele mooie schetsen gemaakt door een architect. Ik heb ook een plaatje bij me van bijvoorbeeld de koepel. Ja. Het is wel aardig om dat even te laten zien. Want het is best een aansprekend iets. Kijk, die is dan zo bedoeld als entree van het winkelcentrum. Dus dan blijft hij zichtbaar in het dorp aanwezig. En krijgt hij alleen een andere functie. En wat we verder doen met de functie in combinatie ook met het monument, daar moeten we verder over doorpraten. Want het monument moet natuurlijk in het dorp gewoon een goede plek krijgen voor een goede mogelijkheid om de 4 mei-viering waardig te kunnen organiseren. En dan staan we hier op een hoek waar we ook naar de bibliotheek kijken. Centrum voor Jeugd en Gezin. De bibliotheek, daar gaan verhalen over dat die ook verplaatst worden. Ja, het klopt dat er sprake is van aankoop van het pand. En dat de bibliotheek ergens anders heen zou moeten. Of in elk geval, dat is wel een aan de orde om dat te bestuderen. En een van de opties is dat hij naar de dorpshuis gaat. Daarnaast is het zo dat er natuurlijk allerlei ontwikkelingen zijn ook in relatie tot de komst van de jeugdzorg als taak van de gemeentelijke overheid. Daar heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin ook een belangrijke rol in. Maar we willen functies ook zoveel mogelijk gaan combineren. Zo willen we eigenlijk ook het sociale wijkteam en het Centrum voor Jeugd en Gezin onder één dak brengen. En op dit moment doen we dus onderzoek om te kijken of het Centrum voor Jeugd en Gezin, het sociale wijkteam en ook de BIEB bij het dorpshuis kan worden ondergebracht. Het heeft ook het voordeel dat de exploitatie van het dorpshuis daarmee veiliggesteld kan worden, want dat staat ook behoorlijk onder druk. En tegelijkertijd willen we natuurlijk graag met elkaar dat het dorpshuis kan blijven bestaan. Dat het ook een financiële solide basis heeft. Nou, als je die functies dus combineert, dan bereik je dat je en functies combineert. Maar ook een financieel gezonde situatie voor het dorpshuis kunt creëren. Dus op dit moment wordt heel concreet bestudeerd om het Centrum voor Jeugd en Gezin, het wijkteam en de bibliotheek bij het dorpshuis onder te brengen. En het kan zijn dat er ook nog een stukje uitbreiding van het dorpshuis daarvoor gerealiseerd moet worden. Maar dat wordt op dit moment onderzocht. Ja, dit is het leuke, spontane van op straat interviewen. Dan krijgen we allebei een bakje kibbeling die we zomaar op mogen smullen. Ja, super. En dat lijkt mij toch echt Oldebroek voor elkaar dit. Ja, dit is echt Oldebroek voor elkaar. Ik zou zeggen, cameraman. Eet maar lekker mee. Ja. Het politiebureau, verdwijnt het helemaal uit de gemeente Oldebroek? Of is er een ander punt waar de bruggen slecht kunnen? Nou, laat ik zo zeggen, misschien verdwijnt het politiebureau dan wel, maar niet, overigens niet helemaal. Maar de politie verdwijnt in elk geval niet. Die blijft actief in onze gemeente. Misschien wel goed om even te vertellen dat we sinds 1 januari nationale politie hebben. En dat de huisvesting van de politie vooral ook door Den Haag geregeld wordt. In onze situatie hebben wij te maken met het feit dat dat de politie onderdeel uitmaakt van een team wat werkzaam is in 6 gemeenten. De gemeente Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg, Nunspeet en Epe. Dat hele gebied is 1 politieteam. En er is besloten dat de politie per 1 februari aanstaande gehuisvest wordt in 2 hoofdbureaus, namelijk in Epe en in Nunspeet. Maar in alle andere 4 gemeenten blijft er wel een steunpunt voor de politie. Delta Woon heeft de huur opgezegd, dus de politie moet er ook sowieso uit. Ze kunnen nog wel een poosje blijven zitten, dus als steunpunt blijft het voorlopig wel in stand na 1 februari. Maar we zijn nu wel op zoek om te kijken dat als ze hier echt helemaal uit moeten, waar dan elders het steunpunt kan worden ondergebracht. En we denken bijvoorbeeld ook aan het dorpshuis om daar het steunpunt voor de politie onder te brengen. En dat is dan vooral eigenlijk een werkplek voor de wijkagent. Het zal opengesteld zijn ook voor inwoners tussen 10 en 12. Dat zijn overigens ook de openingstijden van het politiebureau nu. Dus daar verandert eigenlijk helemaal niets aan. Openingstijden blijven hetzelfde, alleen de plek zal waarschijnlijk straks in het dorpshuis zijn. Maar voorlopig blijven ze nog eventjes hier. En er is heel veel dat mensen via internet kunnen aangifte doen en zo. Maar stel dat er 's nachts ingebroken wordt. Ik word wakker en ik hoor geroezemoes in huis. Wat moet ik doen? Nou, als er sprake is van inbraak en dat soort acute situaties, dan hebben we natuurlijk allemaal het nummer 112 in ons hoofd. Dus dat moet dan zeker gebeld worden. Maar ook los daarvan is de bereikbaarheid van de politie absoluut een belangrijk punt. En dat is de politie zichzelf ook bewust. De politie is vooral ook onderweg. Hè. Er kan altijd gebeld worden, ofwel via noodsituaties met 112. En anders met 0900 88 44 is de politie ook goed bereikbaar.
Maar er kan ook inderdaad, als er sprake is van aangiftes, kan soms ook telefonisch aangifte worden gedaan of via internet. En zeker in situaties van woninginbraken is het ook wel vaak gebruikelijk dat de aangifte gewoon thuis plaatsvindt. Met andere woorden, de politie hecht er wel veel aan dat ze, ondanks dat ze dan niet meer hier een echt stevig bureau hebben, wel goed beschikbaar en bereikbaar zijn, benaderbaar zijn voor de inwoners van onze gemeente. Ja, we kregen ook allemaal brieven door de deur in over Burgernet. Hoe belangrijk is Burgernet? Ja, persoonlijk vind ik dat wel belangrijk, want we moeten ook steeds meer beseffen dat veiligheid niet alleen een zaak is van de politie, maar het begint met onszelf. En dat geldt ook voor inbraken. Ik ben er heel erg blij mee dat ook mede door de inzet van de politie en ook door steeds meer nemen van eigen verantwoordelijkheid het aantal inbraken afgelopen jaar toch behoorlijk is afgenomen. Maar elke inbraak is er wel eentje te veel. En Burgernet kan daar ook bij helpen. Dat als mensen zich aansluiten bij Burgernet, dan krijgen ze dus ook een bericht. Waarbij de politie dan ook zeg maar aandacht geeft voor signalementen van inbrekers. Dan kunnen we ook helpen om op te sporen. Maar niet alleen bij inbraak, ook bij vermissing van personen. Daar wordt Burgernet ook heel vaak voor gebruikt. En dan organiseer je met elkaar heel veel ogen die open zijn om te kijken of de persoon die gemist wordt ook gevonden kan worden. Dus Burgernet is echt belangrijk voor de veiligheid van onszelf en de veiligheid van onze medemens. Kunnen we ook voor elkaar heel veel betekenen. We hebben heel wat in Weesp gezien, wat er aangepast moet worden, wat er verdwijnt, wat er voor in de plek komt. We staan ook op een belangrijke plek in Weesp, het station. Het station wordt ook grondig aangepakt. Klopt. We mogen natuurlijk sowieso blij zijn dat we een station in Weesp hebben. Dat is toch wel een belangrijke voorziening. En op zich is het ook wel goed voor elkaar, ook met parkeergelegenheid, et cetera. Maar er is wel sprake van wat onveiligheid op deze situatie. En daarover is gesproken met omwonenden en ook met de buurtbusvereniging. Om dit plein wat mooier te maken en veiliger te maken. En daar kan ik ook wel wat van laten zien. Ja. Want ik heb hier een mooie schets. Ik heb hier ook een schets van hoe het gaat worden. Dit is in overleg met, wat ik al zei, omwonenden en de buurtbusvereniging ontwikkeld. Wat een belangrijk punt is dat de afstand tot het spoor wat groter wordt. Want hier komen auto's aanrijden, gaan dan hier rechtsaf dit gebied op. Maar er zit wel eens wat opstopping in. En dan is het gevaar dat auto's hier op het spoor stil komen te staan. Dus dat moeten we niet hebben. En daarom wordt er straks wat meer afstand gecreëerd. Dat is een belangrijk element. De buurtbus staat nu hier, maar die komt hier te staan. Die komt wat dichter bij het perron, inderdaad. Het verkooppunt blijft er natuurlijk, maar er wordt ook andere bestating gedaan, er wordt andere beplanting straks gerealiseerd. Het wordt in totaliteit ook echt verfraaid, veel mooier gemaakt. We hebben er ook overigens hier ook een subsidie van de provincie voor gekregen. Ook dat houdt in dat het wel dit jaar gerealiseerd moet worden, anders zijn we onze subsidie kwijt en dat moet natuurlijk niet. Maar het geheel wordt echt een stuk fraaier en veiliger. En, dat is de bedoeling. Ja. Er is ook nog sprake van verhoging van de aanleg van de fietspaden. Maar vooral ook de beplanting, hagen en bomen. Overigens ook in combinatie met de overzijde. Waar natuurlijk ook een mooie ontwikkeling in gaande is met de Zeven Heuvels. Dat betekent wel dat het totale gebied toch er straks een stuk fraaier zal uitzien. Nou, hier zijn volop bouwwerkzaamheden bezig. De Zeven Heuvels, kunt u daar ook wat over vertellen? Ja, de Zeven Heuvels is het. Ja, de U is van de muur afgevallen, maar het is wel duidelijk te zien dat hij er wel hoort te staan. Dus het is de Zeven Heuvels. Ja. En dat is toch wel een begrip in wezen op dit pand. Het staat al jaren leeg, dus ja, ik denk dat we z'n allen er heel erg blij mee zijn dat het een nieuwe bestemming heeft of gaat krijgen. Als café-restaurant. Door een zorgondernemer het initiatief genomen om dat weer als zodanig functie te geven. Dus het wordt weer heel fraai opgeknapt. Er komt hier ook hiervoor een mooi terras. En daar komt nog een parkeerplaats. Het gaat, zoals ik de plan heb gezien, echt heel erg mooi worden. Het wordt dus een restaurant. Levert dat ook weer arbeidsplaatsen op? Zeker. En het mooie is ook wel, we hebben het hier over een zorgondernemer. Die graag wil gaan werken met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ik heb begrepen dat het gaat om 6 plekken binnen in de horecafunctie. En 6 plekken buiten in het groen, in het onderhoud ervan. En dat kunnen meerdere mensen op ingezet worden. Dus de kans bestaat dat er wel tussen de 20 en de 30 mensen hier
In die zin hun bestemming kunnen vinden. Dat is op zich heel mooi. En zeker als je het hebt over die categorie. Dat die ja, dan wat voor een categorie is dat precies? Ja, dat zijn mensen met, zoals ze dat dan noemen, een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus die zeg maar, niet elke reguliere baan aan kunnen vanwege ofwel fysieke ofwel psychische beperking. En het is mooi dat zulke mensen dan toch op deze wijze hun bestemming kunnen vinden en ook volwaardig aan de slag kunnen. Heel veel informatie gehad, heel veel uitleg gegeven. De mensen kunnen ook nakijken op de website of het filmpje van Loco. Waar gaan we volgende maand naartoe? Ik zou het wel leuk vinden om de volgende keer naar Noordeinde te gaan. Naar Noordeinde. Dus Noordeinde, we komen eraan en bedankt. En tot volgende maand. Graag gedaan. Mooi.